Een deurwaarder van Heineken heeft vanochtend onder begeleiding van politie tevergeefs geprobeerd krakers uit een pand in de Peperstraat te verwijderen. Het pand, een voormalige pizzeria, staat al 5 jaar leeg. Vanaf vorig jaar augustus is er voor de 3e keer een groep krakers ingetrokken. Het pand was in beheer van Sjoerd Kooistra, maar zijn bedrijf is failliet verklaard. Daarom heeft Heineken nu de rechten van het pand. Een klusjesman die met de deurwaarder meeging om de sloten van het pand te openen en te vervangen, werd door de krakers belaagd met een blikje gevuld met urine. De deurwaarder en de klusjesman besloten daarom weg te gaan. De krakers zijn het niet eens met de gang van zaken. We hebben een sommatie gekregen van de curator dat we binnen 2 dagen het pand moesten verlaten. Dat is het eerste bericht wat we überhaupt hebben gekregen en nou, daar zijn we natuurlijk niet op ingegaan. We verwachten dat er een rechtszaak zou komen, een zitting, dat we in ieder geval gehoord zouden worden. Blijkbaar dachten hun reden genoeg te hebben om ons op hun eigen gronden te ontruimen, zonder ons erbij te betrekken. Een woordvoerder van Heineken zegt dat de krakers ruim op tijd geïnformeerd zijn. Ook geeft hij aan dat Heineken alles in het werk zal stellen om de krakers uit het pand te krijgen. Deze week volgt nog een kort geding. De krakers wachten dit af. Afhankelijk van de uitspraken van de rechter natuurlijk, die we respecteren. Maar ook de beweegredenen dat we eruit zouden moeten, maken we later dan nog een keuze op. Maar als we vinden dat het allemaal gewoon redelijk is en dat het verhaal klopt, dan zit er weinig anders op dan weggaan.